mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag heb je dan de thumbnail en aan de titel kunnen zien. Ik ga 24 uur lang alleen maar pizza eten. Ja, dat klopt dames en heren. We gaan vandaag de hele dag alleen maar soorten pizza eten. Dus ik heb er super veel zin in. Ik hoop jullie leuk. En daarom vraag ik gelijk even een blauw duimpje omhoog achterlaten. Klik nu op dat blauwe duimpje omhoog. En als je nieuw bent op mijn kanaal en je bent nog niet geabonneerd en je wil meer van mijn video's zien, vergeet dan even niet op dat mooie abonneerknopje te klikken. Je zou ook heel erg nice vinden. Klik dan ook even op dat belletje, want dan mis je geen enkele video. En kan jij misschien morgen wel de allereerste zijn op mijn post of video of wat dan ook. Maar ik wil jullie gelijk ook weer vragen om een leuk idee in de reacties achter te laten, waardoor ik misschien jouw idee de volgende keer uit ga kiezen voor een video. Want heel veel mensen hadden weer achtergelaten dat ik 24 uur lang pizza moest eten. En vandaag ga ik dat dus doen. Dus spam even wat leuks in de reacties. En weet kies ik dan jouw reactie uit. Dus we gaan zo meteen gelijk beginnen met het ontbijt. En wat ga ik natuurlijk als ontbijt eten? Nou, er is één ding wat heel simpel kan. Namelijk een pizza broodje. Dat houdt in dat het een pizza is. En ik vind dat dat mag. Dus daar gaan we zo meteen gelijk mee ontbijten. Ik heb daar zo best wel veel trek in. Maar eerst, het is een historische dag dames en heren. Ja, het is echt zover vandaag als ik deze video opneem. Wordt er getraind op Zandvoort. Ik zit nu de Formule 3 te kijken. Dat race op dit moment op Zandvoort is nu de training. Maar dat ga ik dus eerst eventjes kijken. En als dit is afgelopen, ga ik dus ontbijten met een pizza broodje waar ik echt zin in heb. Dus dat ga je zo zien. We gaan nu eerst dit kijken. En dan gaan we als lunch pizza eten. Als avondpizza eten. En misschien als tussendoortje ook nog wel pizza. Maar even voor de duidelijkheid. Ik mag dus wel allerlei soorten pizza eten. Dat jullie dat weten. Het is niet één soort pizza. Het mag allerlei verschillende soorten zijn. Maar dat ga je verder deze video gewoon zien. Ik heb er super veel zin in. En ik hoop jullie ook. Mensen, mijn moeder zou dus even voor mij een pizza broodje gaan halen. Maar man, wat zei je nou? Wat is er gebeurd? De bakker heeft het niet. Ja? De Turk heeft het niet. De Turks bakker, ja? Ga maar eten de Albert Heijn. Nou, dan hoop ik dat ze bij de Albert Heijn ook hebben. Want anders moet ik een andere pizza's ontbijt gaan eten. Maar ja, mijn moeder gaat dat even halen. Kan ik lekker Formule 1 kijken boven of Formule 3 op dit moment nog. Want Formule 1 begint pas over een half uur. Troy, Chester mag vandaag heel de dag lekker pizza eten. Oh. Hey mam, weet je ook gelijk wel vanavond eten? Pizza. Troy. Nou, hier moet het in zitten. Waar ben je maar heen geweest? Bakker de Vries. Ja, dat kennen mensen denk ik niet, maar dat maakt niet uit. Dat is een bakker heel ver weg hier. Ja. Nou, even kijken of hij er lekker in zit en of hij er lekker uitziet. Oh. Wacht even. Dit is een heel ander pizza broodje. Had dit ik verwacht. Kijk dan. Kijk hoe die eruit ziet. Nou, dit is hem dames en heren. De allereerste pizza die we vandaag gaan eten. Hij is wel lekker warm. Oh, hij is ook best wel vet. Gatver. Nou, ik ga nu even een hap nemen. Kijk eens aan. Daar gaan we. Dames en heren. Allereerste hap van mijn ontbijt. De pizza broodje. Ben lekker dames en heren. Nou, ik ga deze even opeten. 12 minuten 3 nog boven is boven. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. En dit is pizza nummer 1. Van de dag. Oeh. Zo jongens, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ik pak even mijn telefoon erbij. Het is bijna 11 uur. Ik wil niet veel zeggen, maar er is nog maar één hapje over. En die ga ik even opnemen. Dan is mijn allereerste pizza gewoon op. Formule 3 is ook nog bezig. Dat duurt nog maar 5 minuten. Maar hier komt hij terecht, dames en heren. Mijn laatste hapje pizza van mijn ontbijt. Dus het was echt lekker. Maar het was wel een groot pizza broodje ten opzichte van andere. Maar ik ben normaal andere broodjes gewend, zeg maar. Oh, dat is een hartstikke. Oh. Laatste stukje is doorgeslikt. Dat betekent dat de allereerste pizza van vandaag naar binnen is. Als lunch weet ik nog niet wat voor pizza ga eten, kan ik natuurlijk ook een Turkse pizza eten, want dat mag natuurlijk ook. En als avondeten gaan we natuurlijk gewoon een normale pizza eten, zoals altijd. Dus dat ga je ook nog gewoon zien. Ik weet nog niet wat ik tussendoor ga eten, maar tot nu toe hoe ik me nu voel, zit ik wel aardig vol van dit ding, want dat was bijna net zo groot als mijn bord. Dus, hé, hij was lekker man. Oh mijn god, dames en heren, ik ben zo hyped op dit moment. De eerste training van Formule 1 in Nederland gaat beginnen. Ik ga nu kijken. Ik zit nog steeds vol van mijn pizza broodje. Ik heb hier een hele dikke fles of ja, pak dubbel frisdrank voor het drinken. Oh mijn god, wat ben ik hyped voor dit, jongens. Ik heb hier zo lang op gewacht. Ik wil niet zeggen dat ik emotioneel word, maar oh, wat heb ik hier zin in. Het is eindelijk terug, Formule 1 in Nederland. Nou, de eerste vrije training is lekker bezig. Het is al 20 minuten een rode vlag. Dus ik denk als deze training voorbij is, dat ik eventjes een pizza ga halen bij de bakker. Bij mijn huis. Want dan ga ik een Turks pizza halen. Dat mag natuurlijk ook, want het is ook gewoon een pizza. Dus ik wacht even dit af. Ik heb nog niet heel veel honger. Want je kan het zien, het is op dit moment pas 11:45, zoals je kan zien. Dus ik hoef nog niet per se gelijk pizza's te hebben eigenlijk. Ik kan natuurlijk ook nog eventjes wachten. Dus dat ga ik eventjes in de gaten houden. Maar ja, Formule 1 is er eigenlijk helemaal niet zo boeiend op dit moment. Want er wordt helemaal niet gereden door een rode vlag. Maar jullie gaan maar zo meteen zien als ik die tweede pizza ga halen. Want ja, dat moet op een gegeven moment wel gebeuren. Want ja, ik moet gewoon lunchen. Dus dat komt vast goed. Ik heb er op zich ook best wel trek in. Alleen dit moment nog niet. Maar mijn maag is nog vol van de ene pizza. Want mijn bord staat er ook gewoon nog daar. Ja, top. De training is afgelopen. Dus dat betekent dat ik mijn pizza ga halen. Ik ga een Turkse pizza halen, dames en heren. Dat wordt dus mijn lunch. Het is op het moment iets voor 1 uur. Zoals je kan zien, 5 voor 1. Dus Troy,
Chester gaat heel eventjes weg van huis, even een pizza halen, maar ik ben binnen 2 minuten weer terug, jongen. Bakker zit helemaal heel dicht bij mijn huis, dat is echt heel erg chill, dus dat ga ik even doen. En dan ben ik dadelijk bij jullie terug, dames en heren, met een heerlijke Turkse pizza voor me. Ik heb er zin in. Kijk eens aan, dames en heren, hier hebben we hem, de Turkse pizza. Oh, wat is dit ding lekker, jongens, echt. Ik at dit zo vaak op school als ik een tussenuur had of zo. Mmm, heerlijk. Als jij een Turkse pizza lust, laat dan even in de reacties weten wat jij er allemaal op eet, want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar oh, er zit weer sambal op en hij is echt pittig. Dus we mogen natuurlijk wel gewoon normaal drinken, zoals ik al zei. Dus we gaan lekker een blikje cola erbij pakken, omdat het kan. Ze zeggen proost, dames en heren. Blikje cola met een Turkse pizza is gewoon de perfecte lunch die er is. Dit was letterlijk gewoon altijd mijn tussenuur maaltijd op school. Maar deze Turkse pizza gaan we even lekker murderen, want daar heb ik echt zin in. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. Dit is echt schandalig. We zijn nog geen 2 minuten verder. En er is nog maar 1 hap van over, zoals je kan zien. Nou, 2 happen zeg maar. Ik kan de Turkse pizza zo snel opeten, jongens. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dit ding gaat zo makkelijk mijn keel in. Nou, dit is denk ik wel de laatste hap. Het is wel een grote hap. Kijk of dit in 1 keer naar binnen kan gaan. Wacht even hoor. Dan gaan we kijken of deze in 1 keer in mijn mond kan verdwijnen, ja. Ja. Bijna, bijna. Mijn cola is nog niet op, pizza wel, maar daar gaat het om. Dus zoals je kan zien is het 1:05. Dat betekent dat ik mijn lunch op heb en nu wel echt goed vol zit. Ik zat eigenlijk nog best wel vol van dat pizza broodje vanochtend. Maar ja, ik dacht ik ga nog even tussen de trainingen van Formule 1 even lunchen. Kan ik zo meteen een begin maken aan het editen van een video. En heb ik al gegeten, dus dat heb ik nu gedaan. En dan ben ik benieuwd waar we vanavond pizza gaan avondeten. Ik heb nog geen idee, jullie gaan het zien. Dus we gaan het meemaken waar ik vanavond lekker pizza als avondeten ga eten. Want ja, dat is de hele challenge. Boom, dames en heren. Zelfs de tweede training zit al op. Die heb ik hier lekker eventjes beneden gekeken. Mijn moeder is nu boodschap aan het doen. En terwijl ze dus dadelijk terugkomt van de boodschappen doen, gaat ze gelijk pizza halen. Dus wij gaan dus pizza avond eten. Dat was natuurlijk al duidelijk. Maar wij gaan dus domino pizza avond eten. Dat wordt hem dus. Lekker een dominootje. Ik heb er super zin in. Ik ga de pizza pepperoni nemen, heb ik tegen mijn moeder gezegd. Als mijn moeder zo mee terug is, hebben wij lekker een pizzatje. Dus ik ga nu even snel mijn video uploaden. Heb ik dat al gedaan. En dan gaan we zo meteen lekker pizza chappen als avondeten. Want ja, het moet hè, dat is de challenge nog steeds. Kijk, je daarin lopen. Wat hè? Zo, lekker. Jongens, de pizza is er. Jij hebt ook dezelfde pizza als mij, toch man? Ja. Nou, dan kan ik deze bij jou neerzetten. Dan zet ik die andere lekker bij mij neer. Dan gaan we eten terwijl de vrouwenformule, ja, W-series nu op de tv is. Dus we kunnen lekker pizza eten. Even kijken hoe die eruit ziet. Oh, wat ziet die lekker uit. Ja, dit is lekker. Dit gaat even goed smikkelen worden, dames en heren. Ik ga even mijn allereerste hapje proeven. Ik ben benieuwd, ja, want we moeten deze opeten, want dit is mijn avond eten. Nou, sowieso even een stukje pepperoni. Ja, oh, Domino's is altijd lekker. Nou, ik ben al over de helft, dames en heren, maar echt, wat is deze lekker? Ja? Ik ben al over de helft, jij niet? Nee. Ja, ik eet snel. Ik had hier echt zin in, dames en heren. Hij is gewoon echt heel... Laat even in de comments weten wat jouw favoriete pizza is. Mijn is sowieso pepperoni of shawarma. En jouw, mam? Ook. Ja. Laat even weten in de comments, ja? Dank u wel. Jullie zien het, dames en heren. Het laatste hapje. Mam, mijn laatste hapje is hier. Ja, ik had gewoon honger, dus hier gaat het laatste hapje. Zo. Eet jullie wel of niet je korstjes op met een pizza? Laat het ook even weten. Ik weet dat heel veel mensen het niet doen, maar ik eet ze altijd gewoon op. Ik vind het gewoon lekker. Soms vind ik de korst nog het lekkerste aan heel de pizza, maar mijn neus is op. Ik heb tot nu toe mijn pizza helemaal op. Dames en heren, zo, die pizza zit er lekker in. Ik zit wel echt knijtervol, dat moet ik je wel even vertellen. Maar we hebben de challenge alweer gehaald. Ik heb vanochtend natuurlijk ontbeten met een pizzabroodje. Ik heb natuurlijk vanmiddag pizza gegeten. Ik heb nu als avondeten pizza gegeten. Ik heb zelf nog zitten twijfelen om die pizza chips van Lees te eten. Maar ja, dat is natuurlijk geen pizza, dus dat mag niet. Want het is alleen de pizza smaak. Dus ja, dat heb ik helaas niet gedaan. Of helaas beter niet gedaan. Want dan heb ik in ieder geval geen mensen die kunnen... Ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen. Maar mijn buik zit echt vol. Ik merk ook gewoon dat ik eventjes niet meer moet eten nu. Maar ja, ik mag ook niks meer anders eten. En ik ga niet nog een pizza eten vanavond, want zo dik ben ik niet. Dat ga ik binnenkort doen in het tweede deel van de 10.000 calorieën challenge. Dat moet jullie dan ook maar gaan zien. Dus abonneer als je dat sowieso wil zien, want er komt binnenkort een deel 2 aan. Maar ik ben klaar. Deze challenge hebben we in ieder geval weer voltooid. En ik ben voldaan van de pizza. Dus ik hoef ook even de aankomende weken geen pizza te eten. Ik ben er even klaar mee.